Dit is de eerste schotpoging en ook de eerste score. Ja, Aris is gestart met eigenlijk alle Amerikanen. Terwijl hier Dorsel met de eerste dunk. Ja, goed uitgespeelde aanval van Aris Leeuwarden. De bal glipt op zijn handen en daar is Maconde er snel uit. Brock open, neemt het schot. En dan de rebound en de score is van Logan. Maconda zoekt naar Dorsel in de post. Dorsel tegen Van der List. 3 punten, is goed. Voor Aris Leeuwarden. En dan krijgen we nu gelijk een time-out. Best wel hoog 3-puntspercentage. Dus dat belooft wat voor dit seizoen. Dit is Maconda. Die zijn eerste score erin legt. 2 mannen, allebei boven de 2,10 meter. En het blok is hier van Dorsel. Maar Dorsel met iets meer kilo's. En hier is het een prachtige score. Dorsel. Tegen Van der List. Dorsel nu met een hoekschotje. En deze rolt er wel in. Aan de kant van Feyenoord staan Pieter Buijs en Niels Voerts klaar om het veld in te komen. Terwijl George Brock hier de volgende score erin legt. Van Aris Leeuwarden. Quinn Cooper met zijn eerste schot. En die gaat er feilloos in. In dit eerste kwart. Reiner Brandsma tegen Pieter Buijs nu. Goed hoekshotje hoor van Reiner Brandsma. Dan krijgen we ook gelijk 2 wissels aan de kant van Aris. Maconda en Dorsel zijn gaan zitten. Terwijl hier een goede midrange jumper van Quinn Cooper. Dorsel tegen Van der List. Dorsel nu met het hoekshotje. Goed zijn lichaam gebruikt hoor. Shaquille Dorsel met de volgende punten voor Aris Leeuwarden. En het schotpercentage wat eerst nog ver onder de 20 zat. Zit nou ineens op toch een 40%. Brandsma kan even de bal niet kwijt. Logan nu. Ryan Logan, goede score. Het momentum nu aan de kant van de Rotterdammers. Logan nu tegen Stolk. Hoekschotje van Logan. Goeie score van Ryan Logan. Reiner Brandsma en George Brock. En het is die Brock die nu de bal heeft en moet gaan schieten. Met een seconde op de shotklok en die rolt erin. Feyenoord krijgt er 12 van 34 in vanaf het veld en Aris 15. Terwijl hier Dorsel van dichtbij de bal erin krijgt omdat Van der List op de grond ligt. En neemt Feyenoord op sleeptouw. 43-38 nu. Quinn Cooper, midrange jumper, doet weer wat terug. Dorsel. Dorsel tegen Van der List. Wilt nu wel even laten zien. En dan een and-one van Shaquille Dorsel. Ja, Jared Rhodes is nu al op 20 punten. Goeie score hier van Armand Davis. En die verliest daar de bal en dan is Aris de snelheid met Brock. En die bal stuit het erin en dan krijgen we een time-out. 63-49. Snelle score van Ryan Logan. Ah, een goede steal hier van Maconda en de dunk van Dimitri Maconda. Tegenover Brock. En die verliest daar de bal en dan nog een keer een steal en een turnover. En 2 punten voor Brock. Verschil 7 punten. 3-punter. Cooper gaat erin. Verschil weer 6. George Brock. Goeie paas op Dorsel hier, maar Dorsel krijgt de bal er niet in. En in tweede instantie ook niet. In derde instantie wel. Brock. Dit is George Brock. Ja, een snelle 3-punter. Die moet hij nemen. Die gaat erin. Verschil 2 punten. En Van Helfteren heeft nog maar 1 time-out.